Van Paul Jambers. Ken jij Paul Jambers? Ja, ja, ken jij Paul Jambers ook? Ja. Is een Belg en die... Die heeft dus een boek geschreven en ik dus, ik herken je natuurlijk meteen. Ja, echt. En dan staat ook wat u niet mocht zien op tv, staat dus in dit dagboek van Paul Jambers. En ik lees even de achterkant, want er staat een omschrijving wat er in het boek allemaal te vinden is. En dat doe ik dan ook even op de Paul Jambers natuurlijk. Uit de dagboeken van Paul Jambers. Paul Jambers, Antwerpen 15 augustus 1945, is een Vlaams journalist en een televisieprogrammamaker. Hij maakte vooral naam in Vlaanderen met zijn reportagereeks Jambers op de commerciële Vlaamse zender TVTM. Jij weet dat wel, hè? Ja. Jij weet dat wel. Maar dit boekje, dat wist ik niet, hè. Waar gaat dat boekje dan over? Dat gaat over Jan Willem. Een iets wat schuchter jongetje uit Amsterdam. Als wij niet beter zouden weten, een broer van Heintje Simons of een neef van Jantje Smit. Vol levenslust, dat wel. Is het wellicht door de seks, drugs en rock'n'roll geteisterde milieu in de Nederlandse hoofdstad, dat je Willem nu, na binnenkort de leeftijd van 15 jaar te hebben bereikt, nog eenmaal van zich wil doen spreken? Feit is dat deze man van de wereld de spanningen van het wonen in de metropolis Amsterdam niet meer aankomen. Zijn enige uitweg, een geslachtsveranderende operatie in het Koning Boudewijn ziekenhuis in Sint-Job in het Goor, naar behoren uitgevoerd door professor Dr. Pierre de Naaier. Hij heeft van Jan Willem letterlijk en figuurlijk een ander mens gemaakt. Dit is een spannend jongensboek en dat is benoemd door Gazette. Daar krijg je al die referenties, hè, van al die kranten. Een spannend jongensboek, Gazette van Antwerpen. Jammers is niet te stuiten als een op hol geslagen chameleon, de standaard. Sensationeel, emotioneel en toch ook komisch, de Volkskrant. Paul Jambers weet altijd veilig zo'n probleem lood te leggen, de Gekerant. In het eindelijk heb ik het uitgelezen, Albert Verlinde. Ik ook, dat kan ervoor zijn. Naar is aan het boek. Maar niet alleen het boek, ik heb ook gewoon, niet Belgisch, maar een gedichtje geschreven over 50 keer Jan Willem. Je krijgt straks dit bord met 50 keer Jan Willem erop. En het gedicht heet het ook 50 keer Jan Willem. 50 keer Jan Willem, 50 jaar Jan Willem. Jan Willem, 50 jaar. Jan Willem, 50 jaar de jongste. De gekste, de leukste, de extravagantste, maar vooral mijn allerliefste broertje. Op mijn tweede verjaardag kreeg ik het mooiste cadeau dat de kleine jongen zich kan wensen. Een broertje, een kameraadje, een speelkameraadje, voor mijn leven lang een maatje. Gaat het rustig gedaan? Ja, ik ben even opnieuw. Nee, pas gisteren lijkt het, samen in bad, samen op pad. Pas gisteren lijkt het, samen in het stapelbed. Lachen terwijl de mattenklopper ons mept. 50 keer 29 mei. Voor mij precies twee meer. Ja, we zijn een tweeling van sterrenbeeld. Grappig worden voor de zoveelste keer. Allebei van de club, allebei OSM. Het is lente weer, zingen we voor de zoveelste keer. Zoveel herinneringen, nog heel veel te gaan. Laatst nog was het bal. Zo trots op jou, op het Eurosong Travesti. Oh ja, doe maar, moet er wezen. Je maakt me trots, je brengt me geluk, je geeft me plezier, we kunnen niet stuk. Vandaag groot feest, je familie om je heen, op de Admirale Gracht, waar we allemaal zijn geld gebracht. Hei ho, hei ho, en nu nog het cadeau. We heffen met jou en Johan het glas, zo gauw als het kan. In de kaas, maar dat wist hij niet. Ja. Alsjeblieft. Applaus. Kijk eens naar jou, Johan. Hallo. Die is toch aardig, expert. Ja, die ook. Die is lang geleden. Maar die is nog aardig. Heb ik Cindy staan? Cindy. Mooi, hè? Jij draagt ook wel dit, maar dan kijk je hier die foto met Ineke dat ze mee kan krijgen voor trouwen. Ach, geweldig, hè? Hier. En hier. Ik ben het is vaak vooral.